Petrus is in het huis van Cornelius, de heiden, aanbeland. We lezen vanaf vers 27. Zich met hem onderhoudend ging hij naar binnen en vond er een groot gezelschap bijeen. Hij sprak hun aldus toe. Gij weet dat het voor een Jood tegen de wet is omgang te hebben met iemand van een ander volk of bij hem aan huis te komen. Maar mij heeft God duidelijk gemaakt dat men geen enkel mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik dan ook zonder enig bezwaar op uw uitnodiging hierheen gekomen. Nu vraag ik u dus, waarom hebt ge mij ontboden? Petrus heeft geweldig snel bijgeleerd. Zijn eerste reactie op de uitnodiging van God in het visioen om te eten van onrein voedsel was: dat in geen geval, Heer. Nu heeft hij door dat het God te doen is niet over eten, maar over mensen. En gaat Petrus hier zeer bewust in tegen de wet van de Joden. Hij benoemt het ook. En wat hij benoemt, namelijk de wet die zegt dat hij niet mag binnentreden in het huis van een onreine, van iemand die niet tot het heilig volk behoort. Hij weet dat dat iets is waarvoor hij aangeklaagd kan worden volgens de Joodse wet. Hij kan daarvoor ter verantwoording geroepen worden door de Joodse overheden. En hij doet het toch. Waarom? God heeft mij duidelijk gemaakt dat men geen enkel mens onheilig of onrein mag noemen. Je kan van geen enkel mens zeggen dat hij niet bij God hoort, ten diepste. Wat een fenomenaal inzicht in de geschiedenis van het Godsvolk. En dus ben ik zonder enig bezwaar, dat was wat ook heel duidelijk door de geest tot Petrus was gezegd, zonder bedenken met hen meegaan, zonder enig bezwaar op uw uitnodiging naar hier gekomen. Maar nu wil ik graag weten waarom. Waarom hebt u mij hier ontboden? God heeft mij gezegd dat ik erop moest ingaan, nu verwacht ik van u een reden. Cornelius zei daarop: het is precies 4 dagen geleden dat ik op het 9e uur in mijn huis aan het bidden was, toen opeens een man voor me stond in een schitterend gewaad en zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voortdurend in Gods gedachten. Stuur dus iemand naar Joppe om Simon, bijgenaamd Petrus, te halen. Hij verblijft als gast in het huis van Simon de leerlooier aan zee. Terstond zond ik toen mensen naar u toe en gij hebt goed gedaan om mee te komen. Nu zijn we dus allen onder Gods ogen bijeen om alles te vernemen wat u door de Heer is opgedragen. Ja, schitterend. Dus Petrus vraagt aan Cornelius: wat kom ik hier doen? En Cornelius zegt: ik weet niet meer dan jij. Want zoals jij gehoorzaamd hebt aan God om tot deze ontmoeting te komen, zo heb ik dat ook gedaan. Ik weet er ook niks van, lijkt de betekenis te zijn. Ik heb gewoon gedaan wat God mij had opgedragen. Overigens terugverwijzend naar hoe dit Gods plan is, maar ook tegemoetkomt aan het diepste verlangen van Cornelius zelf. Maar de conclusie is: nu zijn we dus allen onder Gods ogen bijeen. Dat is sinds Abraham niet meer op deze wijze gebeurd, dat wij nu onder Gods ogen allen bijeen zijn. Abraham is degene die God opzij zet, heiligt, om er een heilig volk van te maken, anders dan alle andere volkeren ter wereld. Vanaf dat moment zijn die twee niet meer zomaar samen onder Gods ogen bijeen. En in deze ontmoeting
is dat voor het eerst terug waar. Hier zijn we nu, samen, onder Gods oog. En wat moet er nu gebeuren? Een woord van wijsheid van Cornelius. Om alles te vernemen wat u door de Heer is opgedragen. Jij vraagt aan mij waarom ik jou uitgenodigd heb. Dat weet jij al, zit daarin. God, de Heer, heeft aan u opgedragen wat jij hier moet komen doen. Zeg het. Wat zou Petrus nu zeggen? We hebben al verschillende redenvoeringen van hem gehoord. Tot nu toe altijd in Jeruzalem gericht tot de Joden. Enfin, hij heeft ook al gesproken met Simon in Samaria. Maar zo de echte verkondiging van Petrus hebben we hem in Jeruzalem horen doen. En nu wordt hem gevraagd om hetzelfde werk te doen in deze compleet nieuwe context voor hem. Petrus nam het woord en sprak. Nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die hem vreest en het goede doet, hem welgevallig is. Nu besef ik pas goed. Ik wist het eigenlijk al wel, maar het was nog niet in deze mate tot mij doorgedrongen. Dat is de betekenis daarvan. En hij had het inderdaad kunnen weten, want hij citeert bijna letterlijk een stukje uit het boek Deuteronomium, 10e hoofdstuk, 17e vers, waar staat dat God niet rekening houdt met het aanziens des persoons. Maar nu versta ik pas echt wat daarmee bedoeld wordt, zegt Petrus. Nu ik hier voor jou sta, Cornelius. Uit welk volk ook, ieder die hem vreest en het goede doet, valt onder zijn liefde. En nu zal Petrus de connectie leggen tussen dit gebeuren en de rol van Israël daarin. Het woord heeft hij tot de zonen van Israël gezonden. Toen hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde. Deze is de Heer van allen. Een goed moment om eens te zeggen, kijk, wij kennen deze teksten, we lezen deze teksten in het Nederlands. Ze zijn tot ons gekomen in het Grieks concreet. Vertaald in het Latijn. We hebben verschillende tekstversies in het Grieks en verschillende vertalingen in de loop van de eeuwen gekend. En dat is niet zo vanzelfsprekend dat onze Nederlandse vertaling echt helemaal weergeeft wat de oorspronkelijke tekst wilde vertellen. Dit is een voorbeeld van een zin waarvan de geleerden niet 100% weten hoe die precies connecteert met wat er vooraf gaat en wat er volgt. En wat precies de betekenis is. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het is interessant om na te denken over wat wil Petrus hier nu precies zeggen. In ieder geval verwijst hij naar Jezus Christus als de bron. Hij is de Heer van allen. En hij is als woord eerst gezonden naar Israël. Maar met de bedoeling om uiteindelijk vrede te brengen. De blijde boodschap van vrede te brengen. En dat heeft zijn oorsprong binnen Joodse context. Maar wordt nu geschonken aan de rest. Jij weet wat er overal in het Joodse land gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Wat een geniale samenvatting. Hij vertelt veel meer over Jezus dan we hem hebben zien doen in Jeruzalem. Omdat hij ervan uitging dat de mensen tot wie hij sprak in Jeruzalem veel meer mee waren met de gebeurtenissen. Erbij waren geweest, er schuldig aan waren. Weet je nog, zo scherp zeggend, jullie hebben hem vermoord. Direct tot de kern van de zaak gaand. Hier stelt hij Jezus veel meer voor. Wel ernaar verwijzend dat je er al van gehoord hebt, maar die hele lijn nog eens mooi presenterend om toch uit te komen bij het hart van de verkondiging. Hij is gestorven, hij is opgestaan en hij heeft als verrezene ons de opdracht gegeven om zijn woord te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden en verkondigend dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Dat wil zeggen, geheiligd wordt. Deel uitmakend van Gods heiligheid. Dat deze boodschap gezonden wordt aan de heidenen, dat is compleet nieuw. Zou dit ook bevestigd worden door Gods aanwezigheid op dat moment? Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. Dit wordt onmiddellijk bevestigd. En waar er tot nu toe een volgorde is dat mensen zich bekeren, zich laten dopen en dan de Geest ontvangen, zo was het toch gebeurd met de apostelen zelf. Zo is het ook gebeurd met de mensen in Samaria. Zo wordt die volgorde hier omgedraaid. Het is alsof God niet kan wachten. Hij heeft zo lang uitgekeken naar dit moment. Dat is nu echt mijn eigen interpretatie en invulling. Zo lang uitgekeken naar dit moment dat de seconde dat zijn getuigen dit nu eindelijk doen, dat hij zijn geest schenkt. Dat hij heiligt. De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, ze waren met z'n zevenen, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort. Want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. In hoofdstuk 2 is Pinksteren een gebeuren in Jeruzalem voor Joden. Hier overkomt het heidenen. En de Joodse christenen die bij Petrus waren, stonden verbaasd. Toen zei Petrus, kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten ze hem nog enige dagen te blijven. Het teken dat laat zien dat mensen zich helemaal toevertrouwen aan de naam van Jezus Christus en dus mensen van de weg worden, weg met een hoofdletter. De symbolische vormgeving daarvan is het doopsel met water. En normaal gaat het vooraf aan de geestgave. Hier zegt Petrus, kom aan, dit moeten we nog even doen, want
We hebben vastgesteld dat God zelf daartoe de machtiging heeft geboden. De grootsheid van hoofdstuk 10 in onze heilsgeschiedenis kan onmogelijk overschat worden.